Ben je gabberen? Nee. Nee? Daar laat ik me niet aan. Nee. Nee. Zo, nou voor het eerst het vlog. Mooi. Kom dan. Ja, dat is niet normaal, joh. Ik hou hier niet van. Ja. En de politici moeten maar flyeren met het weer. Ja, dit zijn kandidaten, vrijwilligers. De mensen die hier voor ons de kiezers gaan overtuigen om op ons te stemmen. Ons vlog, we hebben minder kijkers. En volgens mij komt dat omdat we minder grapjes maken. CDA Televisie, speciaal voor jullie. We moeten meer seks, drugs en rock'n'roll hebben. Top! Afgelopen zaterdag liep ik over de markt en dan word je echt door een leger D66'ers word je opgevangen, zeg maar. Ja, en we gaan in gesprek met de leider. Ideeën. Ze komen met de stad in gesprek. Luisteren wat er speelt en ja. Verbinding vinden met onze idealen, hè? Zo werkt dat. Meneer Vermeenen, ja, waarom hoeft u niet zo'n jas aan? Dat zijn regels bij ons. Boven de 60 hoeft dat niet meer. Eén GroenLinks'er. Eén GroenLinks'er? Ja. Hi. Hoi. Hi. Lekker bezig? Absoluut, absoluut. En dan zelfs als je in het GroenLinks gebouwtje inloopt, dat is bij de bibliotheek. Het politbureau zit toch? Open. Open. Elke zaterdag. Zelfs daar liep een D66er rond. De pers! Er lopen hier zelfs D66'ers. Zelfs hier. Jullie hebben de stad overgenomen, hè? Kom ik in jouw vlogje weer? Ja, jemig. Een plaag is het eigenlijk. Ja. Je hebt een leuk ploegje er bij elkaar verzameld. Zeker, zeker. Allemaal jonge mensen. Ja, ja, dat past ook bij de stad, denk ik. Hè? Nou, we hebben al een paar keer thema's besproken. Ja. Wonen is wel echt heel erg belangrijk. Wonen is belangrijk. Wel een van de belangrijke thema's, ja. Ik merk dat het allemaal gaat over bouwen, over participatie, hoe ze betrokken zijn. We hebben huizen nodig voor de vele mensen die in Leiden willen wonen. Ja, toch wel 10.000 of zo de komende jaren. En als we niks doen, dan worden huizen in Leiden... Nou, ze zijn eigenlijk al onbetaalbaar. Het wordt alleen maar erger. Okay, hoe gaan we die bouwen? Bij de openbaar vervoersknooppunten. Ja, dit is dus een plek waar de Partij van de Arbeid zou willen bouwen, een OV-knooppunt. Ja, nou, dat gebeurt natuurlijk ook. Hè. Ik bedoel, we hebben al dit en we hebben natuurlijk al net die flat laten zien. Nog een tractatie hebben we gekregen. De VVD zegt, we moeten de lucht in. Ja, hoe heet die toren uiteindelijk? Dat was de Green Tower, toch? Ja, uiteindelijk heeft hij niet echt een naam gekregen. En dat vind ik zo jammer in Leiden, als ze dan een hoogbouw gaan doen, het is zo fantasieloos. Maar, weet je wat ze allemaal zeggen, om dus meer woningen te krijgen in Leiden, moeten we gaan verdichten. Dus kortom, op open plekken bouwen. Kijk eens naar dit gebouw. Ik zie toch twee open plekken, dus daaronder kan nog gebouwd worden en daaronder kan nog gebouwd worden. En dan hebben we nog het CDA. Het CDA heeft volgens mij de meest afwijkende mening. Wij hebben een beetje een andere visie. Wij zeggen van je moet die stad niet zomaar klakkeloos volbouwen. Je moet er echt voorzichtig mee omgaan. Kijk, dit is eigenlijk een ideale situatie over meer groen in de stad. Hè? Dus als er een enorme plens bij komt, kan hier het water in het gras zakken. En ja, hier heb je een afvoersloot voor regenwater. Ja. Maar we moeten ook meer bouwen. Dus laten we er gewoon voorzichtig mee omgaan en niet zoals het afgelopen college heeft gedaan. Is er een klein stukje groen, een klein postzegeltje grond, hup, we bouwen er gelijk weer wat. Hier kunnen zeker of twee rijen huizen of gewoon een appartementenblok zo. Maar dan moet je dus wel over de sloot heen bouwen. En je hebt ook nog partijen die pleiten voor tiny houses. Misschien kan je even een paar foto's ertussen zetten van tiny houses. Ja, de VVD wil het mogelijk maken. Ja? Ja, gewoon in je achtertuin moet je een tiny house kunnen neerzetten. Voor oma. Ja, wonen. Dan komen we ook bij verkameren. Wordt hier eigenlijk verkamerd, Joost? Ja. Waar dan? Dat hoekhuis wordt verkamerd. Het is misschien goed om even te vertellen wat verkameren is. Dat is een nieuw werkwoord. Dat is als je gewoon, je hebt een huis en naast je is een huis en je buren gaan verhuizen. En het huis wordt verkocht, eigenlijk een eensgezinswoning. En die wordt in één keer onderverdeeld en dan is het in één keer een studentenhuis met 3-4 mensen of 5 mensen erin. Nummer 24 is verkamerd.
Nou, die staat te koop, dus dat zou zomaar weer kunnen, die, al die bovenwoningen. Dus als je er tussenin woont, dan ben je wel behoorlijk de sjaak, ben je dan wel. Maar ja, een gezin met kinderen is ook niks. Nee, die studenten kunnen ook last hebben van die kinderen. Ja. Dus het is gewoon geen goede combinatie. Nee. Ja. En dat is ook nog zo'n koopwoning, dus dan heb je je woning gekocht en dan zitten er één keer twee studentenhuizen naast je. De verwachtingen van de verkiezingen. Onze Olaf McDaniel, die vroeg dus ook, wethouder uit Leiden-Dorp. Ja? Die is gaan rondvragen bij de partijen in Leiden-Dorp hoeveel zetels ze verwachten te gaan. Wat gaat het worden na de verkiezingen? Zeven. Wij gaan nu voor 5 zetels. Kan alle kanten op, maar wij krijgen 5 zetels. En dat telt op tot 3 keer de gemeenteraad van Leiden-Dorp, of niet? Ja. Er zijn 21 zetels beschikbaar. Ja? Er zouden er 30 nodig zijn. Jullie hebben nu 5 zetels. Wat verwacht je van de verkiezingen? Nou, als dat zo blijft, dan vieren wij feest. Ik ga ervan uit dat wij op 3 zetels uitkomen. Maar ik denk zelf dat de zetel realistisch is. Wij hopen op 4 zetels, Olaf. Nou, dat valt nog mee. Ja. Dat is nog redelijk bescheiden. Dat is redelijk bescheiden. Iedereen gaat winnen. Ja? Ja. Grappig is dat altijd, hè? Dat iedereen gaat winnen. En je kan natuurlijk niet vertellen van we gaan verliezen. Nee, dat zeg je, dat is ook wel weer logisch. Hè? Kan er nog ten tafel komen? Waar moeten we het nog over hebben? Ja, het debat. Kom allemaal naar het debat. Ja, 4 maart. Zondag, volgende week zondag al. 4 maart. In de bibliotheek, hier in het centrum. Daar, achter de camera. Ja, waarschijnlijk gaan we het wel hebben over woningbouw, hè? Ja. En anders over iets anders. Gewoon over dingen. Ja. Ja. En we gaan een leuk quiz doen. Ja. We hebben het Touwmuseum. We gaan het over Leiden hebben en dingen met politici en zo. Iets leuks, ja. Maar kortom, echt heel gaaf. Ja, dus tot dan. Ja. Dag. Kijk eens, we willen eigenlijk jou ook even één keertje op het vlog. Ja. Want we krijgen van deze dame krijgen we dus altijd lekker onze, kijk, kom maar bij krijgen. Ja. Onze thee. Ja. Ja. Ga jij stemmen? Zeker. Op wie ga je stemmen? Ja, dat houdt... Moet je even in beeld blijven, Je gaat stemmen, je houdt het geheim? Ja, ik weet het nog niet zeker. Ik ga eerst nog even wat vlogs van jullie terugkijken. Oh, maar, kijk. Een hele goede tip. En dan zie ik het op de dag wel. Ja. Heb jij een woning? Ik woon in Delft, dus ook niet eens in Leiden. Oh ja! Oh, ja, nou dan. Dank je wel voor de thee. Ja.